ben weer aangekleed. Een keer make-up op en ik ben niet scherp. Oh ja, toch wel. Goedemorgen, lekker donker, maar even geen tijd om licht aan te zetten, echt. Het is dinsdag en vanavond is kerstavond, maar we gaan eerst zo naar de dokter. Sarah heeft weer een dramanacht gehad. Ik heb daardoor echt bijna heel de nacht ook wakker gelegen, ben alleen maar bezig geweest met haar. Dus we gaan zo naar de dokter. Ik heb net een afspraak gemaakt, maar ja, ik ga dit niet afwachten totdat... het kerst is en dan op een huisartsenpost zitten of wat dan ook. Ik denk wel gewoon even nu gaan. We zitten echt al aan een week, dus ik vind het ook wel tijd om te bellen ook. Ik ben niet heel snel van bellen, want soms ben je gewoon ziek. Ja, dan kan je naar de dokter gaan, maar dan verspil je ieders tijd. En zolang het goed gaat, verder gaat het goed, maar er komen meer klachten bij. Ik zit ergens te denken dat het misschien voorhoofdholteontsteking is. Want ik mag nu ook de wang niet aanraken. Dus of in ieder geval holteontsteking. En ze heeft hoofdpijn. Dus ik wil het gewoon even gecheckt hebben. We zijn weer thuis. Marco is nog even terug. Want zij heeft het hondje bij de dokter laten liggen. En dat was natuurlijk een beetje drama. En inderdaad, het virus wat we dachten wat heerst. En daarbij een bijholteontsteking. Nou, precies wat ik dacht. Dus ze zit nu aan de paracetamol, Nurofen, xylametasoline en zoutoplossing. En daar hebben we een schemaatje van, dus dan moet dat helemaal goed komen. En verder uitzieken, hè? Veel slapen, heeft de dokter gezegd. Ik heb Sarah net op bed gelegd. Mijn schoonmoeder en haar man zijn er net langs geweest. Daarna hebben we nog wat gegeten. Kom ik beneden. Mimo heeft altijd een tik om glazen en bekers met water om te gooien, want dan wil ze dat water drinken. Maakt niet uit hoeveel bakjes water ik voor de neerzet. Ze wil altijd dat water. Maar Sarah had net even een speelmomentje. Had ze Lego gepakt. En nou liggen dus al die Lego steentjes tussen het water. Gelukkig alleen maar water. Nou, we bewaren die Lego in de doos. Dus, en die is van karton. En nu zit ik al die Lego stukjes één voor één droog te maken. Echt geweldig fijn. Mijn ouders hebben boodschappen gebracht. En daar ben ik heel blij mee. Sarah is weer wakker en met eetlust. En Robin kwam gezellig aanwaaien. En ze zijn samen aan het legoen. Echt heel leuk. En dat wordt echt heel leuk. Hij is heel cool. En vind je het leuk? Ja. Dan ga je dadelijk weer een beetje normaal aankleden. Voor de kerst. Kerst. Je kan wel stiekem een beetje lachen, nog. Ik ben weer aangekleed. Een keer make-up op. En ik ben niet scherp. Oh ja, toch wel. Ik heb die lange jurk aan van... Weet je? Hi! Deze is ook aangekleed. En we zijn gezellig al met Denise en Lola. Bas komt zo en we gaan lekker eten.
Hi, ik ben Lola en dit is een kleine vlogtake over... We zijn nu een spel aan het spelen. Hier zijn we een spel aan het spelen. Het is mega laat ondertussen. Bas, Denise en Lola, die zijn net weg. Even de laatste paar dingen opruimen die wel echt nu even moeten. En dan gaan we ook naar bed. Ik ben ook echt wel moe. Een keer, dus ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het een beetje een leuke vlog was, zeker na de voorgaande dagen. En laat vooral even een duimpje achter en een leuke reactie. En dan zie ik je morgen. Doei!